Afdeling Almelo en omstreken is springlevend. Dankzij u als lid en dankzij alle vrijwilligers. Op naar de volgende 100 jaar. Blij u te kunnen melden dat het college van burgemeester en wethouders van Almelo heeft besloten u de stadspenning van de gemeente Almelo te geven. En daar hoort natuurlijk een mooie penning bij, maar ook een oorkonde. Gemeente Almelo, stadspenning van de gemeente Almelo, ingesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 1985, is door ons toegekend aan Groei en Bloei Almelo en omstreken op grond van haar 100-jarig jubileum. Heel hartelijk gefeliciteerd. Dat jullie de stadspenning hebben gekregen, was dat iets wat jullie verwacht hadden? Hadden wij totaal niet op gerekend. We hadden wel een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Beetje dom, want de landelijke vereniging is al koninklijk. Dus dan kan je niet nog een keer koninklijk worden. Daarom was het een grote verrassing dat we de stadspenning kregen. Daar zijn we erg trots op. Nou, onze leden komen voor 1/3 deel uit Almelo. En verder komen ze uit de gemeente Wierden, uit de gemeente Twenterand en uit de gemeente Tubberg. En dat moet u zien tot aan de grens. En helemaal tot Vriezenveen, Vroomshoop, Langeveen. Eigenlijk heel noordoost, een beetje west Twente. Het is gebleken dat de laatste jaren mensen, zodra ze de 50 gepasseerd zijn, de kinderen de deur uit zijn, ze dan ineens aandacht en tijd krijgen voor wat meer tuinieren. En vandaar dat u in die leeftijdsgroep hier heel veel mensen zit en die aanwas blijft komen. Natuurlijk hebben we ook veel oudere leden, maar die zijn ook vaak nog heel actief. Dus hele jonge mensen is een uitzondering.